Yo, yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer alle, ja, ik zal het maar doen. Maar deze keer hetzelfde verhaal als wat er was in de vorige Zomatica video. Dat is dat ik heb deze eerder opgenomen, bladibladibla. Maar, wat we vandaag gaan doen, nou, als je de vorige video niet hebt gezien, kijk dan even. Ja, we hebben dit gedaan, de moonpool gezet en even deze mooie laser kunnen gebouwd. Maar wat ik van plan heb vandaag te doen is eerst om een te pakken. Tweede water te gaan halen, dus ik heb echt wel water nodig. Ja, als je de vorige video niet hebt gezien, linkje staat in de beschrijving, kijk even. Eerst voordat je deze bekijkt, anders ga je denken van what happened. Maar daar, dat is dan blaasbos. Maar ik kom net uit Minecraft, daar had ik normaal gezien ook een opname gedaan, maar die is om de een of andere reden gestopt en Dit was een sigluit. Ik denk dat ik mijn één flesje water niet moet hebben, maar ik heb voor het moment niet echt veel. Shit, dit ding heb ik nog niet meer. Dus, wat we eerst gaan doen is deze meepakken. En ook sowieso nog een brandblossom nemen. Daartoe ook waarschijnlijk. Dus, wat wij gaan doen is deze is een batterij wisselen. Die nieuwe batterij dan inpluggen hierin. Die laan is als ik er ben. En dan gaan we nu hier nog wat eten pakken. Ja, en dan bekje vol sminkelen. De ook nog eens de Simov pakken. En dan gaan we even terug naar de Aurora. Daar hebben wij nog wat shit te doen. Alleen ik weet van hier niet welke richting. Dus niet die in ieder geval. Nee? Wat? Waar is hij? Oh daar. Dat is richting. Oké, we gaan maar eens kijken wat er allemaal is. Ja, ik ben al 3 uur en een aantal minuten doorgebracht. What the fuck is dat? In deze gameplay. Dit wordt ook de voorlopige serie, maar waarschijnlijk ga ik ook gewoon weg. Zodra Below Zero komt in begin 2019, ga ik die versie van de game ook spelen. Als jullie mijn eerste video hebben gezien van Smartka en de vorige, dan weten jullie eigenlijk wel exact wat Below Zero gaat zijn. Ik heb er nog een explain over gekeken gisteren. Ja, what the fuck is dat? En een titanium klomp, want die heb ik ook wel eens komen. Zo'n blok of iets, die iets kan. Wat is dat? En een life pop, maar die is wel die in de blok laten liggen. Anders weet ik al waarom het is. Ik ga het niet vergeten. Het enige waar ik schrik voor heb is de Reaper wat hier zit. Ja, jullie kennen hem allemaal wel, de bitch der C's. Want ja, als ik zou kiezen tussen Sea Dragon en Reaper om mee te vechten, garandeert de Sea Dragon. Die is ten eerste trager. Ten tweede, die is ook minder agressief. Ja, eigenlijk is hij heel agressief, maar Reaper, wop, pak me mee, maar de Sea Dragon niet. Je kijkt gewoon en als je te lang naar zijn goesting blijft, dan valt hij gewoon aan op de morgen. Reaper doet het niet, die slinger doet gewoon direct van de baan. Ik denk van naag. Direct alpha P vliegen uit je machientje. En dan komt hij achter me na, kraak dood. Sea Dragon moet echt gewoon dood. Dus ja, dat is de reden waarom ik even hier van de Sea Dragon vecht. Ja. Ario.
Oké, we hebben al een heel goed begin. Ik flikker even van mijn dag af. Ik weet niet of we met deze twee dingen alleen gaan overleven, dus bless me please. Ik weet dat in de tron bij ook shit is voor mij te healen en gewoon drank en eten en zo. Maar ik heb die nog niet. Ik ben nog niet geraakt. Dus dit was ook echt zo'n struggle in de vorige video. Als je die hebt gezien, dan weet je dan ga ik wel goed over gaan. Zit. De vorige jaar had ik zo vaak over gedaan, dat ik echt niet wist wat ik moest, maar nu wel. Nu lukt het inderdaad. Soms zie je een lijkspijt, maar dat is eigenlijk omdat mijn PC is al oververhit. Eigenlijk mag die nu niet meer aan draaien, dan moet die af en toe. Dan moet ik mijn cooler aanzet, dan hoor je. Voortdurend, sorry, dat kan ik echt niet doen. Daar heb ik echt geen zin in. Maar ik kan nog kijken van andere cooler, misschien ooit. Gewoon niet meer hard. Machine en mist. From Bay. En de kreetklamers. Oh, kut jong. Echt, kijk even weg. Echt pijn mijn ogen, jong. Maar ja, ik zit ook wel zo'n donkere kamer. Oh, die lichtflitsers. Maar ja, traag. Wat? 20% per deur. Gewoon afzetten. Very heet, huh? Integrating new PDA data. Oh yeah, good news. Integrating new PDA data. Mongolisch vessel. And the sorcerer. What? Dus de Aurora is gelanceerd alleen om hun te redden. Kijk, ik ben hier gecrashed. En zij zijn allemaal dood. Maar nee, de crew is al dood. Dus hoe wil jij dat ik dat ga doen, hè, Pik? Nee, er is één ding. Oh, ik wil zuiders. Ik heb zelfs geen lucht meer. Maar ja, deze video zal ongeveer een uur duren. En helemaal schrik dit. En waarom de fuck heb ik zelfs mijn laser mee? Of mijn... Heb ik het boven laser mee? Heb ik het boven laser mee? For sure. Fuck is dit? Ja, repareer maar eens lekker hard snel. Trek vlieg zo weer een fik. Hey, mannen, hoe is het? Oh, dit was ik zo. Hey, meneer, man. De kroon. Nummer 4 was het, hè? Nou, zit de 4 nu zo gecompliceerd. Is dat al Prone Mark 3? Wat? En die pick kan ik niet. Pak deze Prone. Prones zijn echt wel awesome. Nog een adamantijn helaas van nodig. Maar even naar haar mark. Ja. Oké. Okay. Maak meneer. Twee plastal. Roadjaw heb ik nu niet. De rest kan ik wel maken.
Hoe oud jou weet ik, denk ik nog te vinden van in mijn vorige survivors. Maar waar joh, moet je echt voor dat gaan doen? Voorraad. Lekker pijn water, en ik heb dorstvoeding. Ja, zelfs in mijn hele inventory vol maar alleen maar shit, sorry. Ja, het water heb ik eigenlijk echt wel nodig. Oké. Ik ben gewoon iets meer. Oké, hier heb ik alles. Hey, een snackautomaat. Nice, kan ik die nog gebruiken? Ik heb honger. Fuck, die kun je niet maken. Die kun je niet maken. Oh, nee. Hey, leuk voor de bar ook, denk ik. New blueprint acquired. Oké, okay, boeien. Integrating new PDA data. Ik denk dat we zo'n video gaan opkutten. Er is een tijdje ontsteden aan een heel aurora verpleursing. Good. Oh ja, nee. Uit, sorry. Good. Bedden, nice. Een persoonsbed. New blueprint acquired. Hey, dat is een persoon, nice. Ja, volgende kamer bij Koen Kloer. Daar kan ik dus niet in. Bandosje, nice, altijd goed. Nee, die twee zijn niet goed. Ik ga ze graag even kijken. Heel goed. PDA data. Dit is interessant, niks. Hey, nog een booster. Ah, pakken we die wel. Integrate. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you. And I'm happy for all the guys in the prawn bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Wiki, Warfan. Wiki, Coach. Aurora, die ga ik even opzoeken. Even zoeken, want to is. Ik zou bla bla bla.
Natuurlijk, ik heb het doosje. Oké, maar ik vind niks. Bla bla bla. Mission search and rescue. Ja, op. Oké, maar er staat geen reet. Dat boeit niet. Anders, dude, door orakels. Ik wil die van Cabin One, please. Cabin One, 1869. 1869. Oké, meneer, een dubbel bed voor mij nu. Echt op Steam. Steam geeft alle codes vrij. Ik heb een one. Captain's Quarters. 2, 6, 7, 9. What the fuck? Integrate CDA data. Average long range transmission delay, 8 hours. Opening last recorded transmissions. This is an emergency distress call. Aurora is on collision course with planet 4546B. Sending all available environmental data, please respond with rescue solution out. This is Altera HQ. Attached to this message, you should find the blueprints for an escape ship that we calculate will be capable of breaking orbit and getting you back to the nearest phase gate. Now, it's designed to use materials you can find and sit you, but it's gonna need one hell of a power source. Now, we'll be sure to... Aurora Long Range Communications Relay, offline. Waar is dan nu een Neptune kan bouwen? Ah, hier. Neptune Launch Platform. Godverdomme. Is te veel. Misschien al beginnen aan de raket, maar ik weet het niet. We moeten nu nog één ding als een labo onder water. Dat weet ik hoe lang we zijn, dat is in het water. Dat is mogelijk bij. Ja, het moet dat hier zo ergens zijn. En een zaklamp. Dan hoef ik die ook niet meer te maken. What the fuck is dat? Hier was ik voor een interesse. Ah, hier is dat. Dat geluid nog. What the heck? Zwarte doos. Integrating new PDA data. Weer een klusje daarvoor. Oh ja, 6-4-8-3 is de code. Oprotten.
bazaar en een lab, niks. Integrating new PDA data. Boeit me niet. Waarom zou ik zo'n lange tekst lezen? Daar is water. Integrating new PDA data. Overkoeld, hm. Fuck. Maar ja, ik ben dus weer een heel tijdje stil geweest. Hoe lang ben ik eigenlijk al stil geweest? Te lang, zeg. Hé, hey, zo nu. Nee, maar mee. Wil wat? Eerst heb je het niet. Boeit me niet. Hé. Hey. Oké, we gaan nu drie delen. Oké, even tering harde lijk. Hey, wat mensen, sorry voor die, al die lijk, maar een foutje. Kan ik ook niet veel aan. Oh, kut. Kan ik ook niet veel aan. Ik ben normaal gezien mijn nuke. Welkom aboard, Captain. Nou, ik ben best. Dan ben je, hoe laat is het nu precies? Nou, 7:30. Ik denk dat ik deze video drie kwartier laten duren. Geen uur, maar drie kwartier. Dat is normaal niet lang genoeg. Ja, 35 minuten. Ja. We zeggen tussen de 35 en de 40 minuten. Daar gaan we. Minuten stop ik. Ja mensen, ik heb ook eigenlijk dat niet meer. Ik maak ook korte video's nu, maar ik moet ook uploaden. Sorry. Nu, ik ga zo aan mijn video wat ik al klaar heb staan, Snotcap 2. Tegen de tijd straks geüpload. Of morgen kan ik. Of ik kan die ook gewoon s'nachts uploaden en dan is die morgenochtend klaar. Maar ik draai me vanaf wat ik wil. En als ik thuis aankom en mijn spullen heb gedropt, dat ik dan ook echt gewoon een paar kleine dingen zou doen. Oh my god, voor vandaag. Eigenlijk. Ik ben moe zo, man. Ik ken ze ook niet, ze niet meer. Ik kan eens denken dat ik nog die shit kan gaan halen. Ah, we moeten ook voor een volgende video zorgen voor een andere power source, want in nu heb is niet echt zo optimaal. Alright.
tools. Ah, zo'n batterij nu. Dit is een goed deuntje. Echt waar, ik vind het een goed deuntje. Keep calm. Ja, ja, blijf kalm. Heb ik nog die tijd? En een boekenplankje zorgen. Een trofee op zand. En een research. Eens kijken wat in die zak van de ogen trekken stikken. Hey pik, kijk hoe. Kijk hoeveel ik heb, joh. Geen missen. Maar ja, hier wel ligt dit ding hier, dat is niet normaal. Nu, ik ga nog 6 minuten opnemen, maar ik weet niet wat ik moet doen in 6 minuten. Ik ga misschien eens. Even wat eten. Ook sowieso nog wat drinken mee pakken. Nu gaan we al door. Desinfecteer water heeft meer dan gefiltreerd. En dat is weer ik ga denk ik al die dingen onderzoeken. Al die beacons. Alles even over. En waar ik me niet in. Maar kom, alles goed. Oké, en een kudde gaskoeien. En straks was je toch nog bij mijn base. Ik ga even niet mijn lampen aanzetten. Even licht geven. Kompasnes. Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. A power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. That's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, it's terrifying. And that was blueprint acquired. Heel wat ik doe, en ik weet dat deze in een heel Reaper gedeelte gebied ligt, heb ik misschien weer een week geleden gedaan op mijn andere survival. Dat vind ik heel klein een dag geleden. Ik heb een dag gewoon heel veel in ieder geval. Deze quest heb ik gedaan, dat ik dan ook opbol. Oh shit, wat ben jij? Ah, een bron van me. Hey, hier is een soort gedeelte, dat is toch daar. En al die speciale onderdelen. Ga ik hier een beetje rondsneuzen. Fragment of zo.
Het is donker, I know. Godver. Mensen, ik moet ook mijn spul zoeken, hè. Hey. What the fuck ben je? Waar ben je? Waar ben je? Oprotten, oprotten. Zit in me. Is dit? Het is telepathisch. Wat ben ik? Ik ben een mens, man, people. YouTube en de mens. Oxygen efficiency decreased. Achterlijk ding. What are you? Een mens die een YouTube doet. Oké, we hebben ook niet weten wat het moet zijn. Maar oké. Okay. Ja, ik zou het wel moeten weten, maar ik ben het vergeten. Maar waarschijnlijk is dat dan. Dat ding waar ik moet zoeken in die. In die baan, in de diepste baan die er is. Even geen zin om er naartoe te gaan. Ja, nergens geen enkel fragment. Hey meneer Kaksar, hoe is het? Oh, dan heb ik jou. Opvatten. Live pod load sequence initiated. Entering planetary atmosphere. My creators, the cherishers and sustainers of worlds, give me this day my daily pleasures, as I give to those who seek pleasures from me. External temperature approaching critical levels. Show me the path in life, truth, and love, for mine is the power. I am the one, on and off and on again. There's no one else. I am the game. Universe plays with itself. I am done playing with this bundle of flesh. Return me. Thank you, Marcus. What are you? Ik hoor een druk. Ik hoor zo op de micro hoor ik zo'n horen. Daar hoort zo. Daar hoor ik, dus ja, waarschijnlijk is die heel diep. Dat is onder water, is toch? Een gloeimes. The fuck? Even kijken. Wat heb je eigenlijk nodig om een modificatiestation? Waar staat dat? Ah, hier. Computerchip, diamant, lood, titanium. Daar kan ik allemaal voor zorgen. Oh, niet dat ik alles heb, maar. Dat is allemaal deel van onderdeel. Maar. Nu zijn we jou in de. Kut! Gewoon zijn we, normaal gezien zijn we daar nog naartoe, maar. Ja, we hebben een plan in onze beest gegaan. Want, ik ben hier graag aan het einde van de video op een van de. Laatste waar ik eigenlijk niet graag zit. Ik ben helemaal terug in Safe Shallows, maar. Hey. Het is geen min game. Deze game is niet min, echt waar. Jumps. Deze game. Ik vind deze game de beste jumpscares heeft. Echt waar, gewoon niet zo. Gewoon zo. Kom dan eens een creeper en een reaper in uw mic. En die map, die dingen en de kleur, ik zal het laten zien in een creative video. En dan een video maken en creëren, waardoor ik mij zal laten aanvallen. En een seamoff en een prone en. Cyclops en dan aanvallen door. Je grote vriend. De Reaper. Top idee. Daar kan wel heel erg alles afslaan. Oh ja, we zijn thuis. Ja, we zitten op de laatste minuut al. Even kijken, hebben we elke school dingen. Ja, zit nee, nou.
Kompas. Ja, nog verder. Hoe dat ga ik doen? Ik weet dat ik nodig heb voor die modification station. Even kijken dat ik alles al heb gepakt. Ik ga die nog rabben verbouwen, dat zou ik wel doen. Lood, fuck, dat kan ik niet maken. Lood is niet te maken, maar ik heb hem gewoon niet. Waar is die koperdraad naartoe, mensen? En ik had koperdraad, dat weten jullie nog maar goed. Die verdwijnen, vaak. Oh ja, maar jullie hebben me gehoord, ik wil dat ding nog hebben. Een mooie afspraak, dat zijn we hier. Dus ik ga koper zoeken. Dus ik heb koperdraad nodig, lood nodig. Dat is 2 koper en 1 lood. Wauw, dat moet meevallen. Allee, we beginnen al goed. Min 1 koper. 1 koper te gaan en 1 lood te gaan. Hier kun je ook gemakkelijk die blokjes, die brokken en die zandsteen, zandsteen geode en kalksteen brok bijvoorbeeld moet. Of kalksteen geode en zandsteen brok. Ik weet die nog niet. Schaliebrok is het wel, dat weet ik ook niet. Maar die andere, dat weet ik ook niet. Dat is het eerste keer, is het nieuws geworden. Yes, one lead. Oké. Overblijvende smeerlap die ik nodig heb is lood, maar geen zilver. Ja, zilver en goud zijn altijd goed welkom. Eindelijk, ga gaan. Nou, de opname stopt rond 5 minuten. Ik ben echt blij, ik heb alles. Strikken man. In een en dan. Ah, kut, zo. Ah, pas. Nu, godverdomme. Ja, maar oppoepelen. Maar dat is een heel stroomhuis. Kan ik jou hier eens dus. Ik wil niet hier plaatsen. Oké. Ja, dat is goed. Ik zou die ook nog kunnen maken, de ultrazwam lezen. Liefje maanden. Daar is het hier. Ik wil er een soort van hebben. Nee. Ah, maar dan, ja, het zal me dan ook niet doen. Ja, zoeken we rap in. En dan stoppen we echt. Dan is het echt gedaan. Ik wil gewoon in één keer gebruiken.
En ik kan ook in principe zo'n gloeimes maken. En dan ben ik automatisch denk ik al gekookt voedsel. Denk ik. Als ik zo één heb, normaal gezien nog twee silicon rubber. Denk ik. Dat heb ik nodig. Ik heb die silicon rubbers nog nodig en een batterij. Kan ik al hebben. Ik kan nu alles maken wat ik wil nog maken. En ik denk als ik die twee dingen heb en als ik die knife heb getest, ga ik er dan ook mee ophouden. Maar ook echt kappen en alles. Ik blijf me doorzagen doen. Ja, zie je, pistol van de rubber. Oké, deze kookt en steriliseert. Ah ja, nice. Kom maar een hutte vanaf. Ha! Ik heb direct gekookt voedsel, is dat nu niet nice? Echt waar, dit is de wij om voedsel te verzamelen. Mensen, als jullie modification station hebben. En een groenis. En Banterates. Ik hoor dan ook nooit dat, echt waar. Ja. Oh mijn! Zo tegen en die winnen in de boven. Alle mensen, zou ik zeggen, doei. Ja, eerder op, man. Mensen. Kijkers. Ik zou zeggen, doei. Dikke, vette. Peace.